Hallo allemaal en welkom bij een nieuw filmpje voor het YouTube kanaal Meneer Lonsen tekent. En vandaag gaan we ons bezighouden met de vraag waar bewaren planten reservestoffen. En ergens in die plant worden die reservestoffen bewaard. En dat gebeurt vooral in de wortel. Nou, dat kan echt in de vorm van een wortel zijn, maar dat kan ook in de vorm van een Knol zijn of in de vorm van een bol. Nou, een aantal voorbeelden. Als we het hebben over opslaan in de wortel, dan bedoelen we ook echt de wortel. Je kunt het ook in knollen opslaan. Denk aan de aardappel. En in bollen, denk bijvoorbeeld aan een ui. Bollen kun je herkennen omdat je ziet altijd verschillende lagen. Dat zijn eigenlijk verdikte bladeren. Terwijl knollen hebben dat niet. Nou, wat hierin wordt opgeslagen in wortels, in knollen en in bollen, dat is over het algemeen zetmeel. Dus dat zit in alle. Maar bijvoorbeeld in een wortel, dat proef je ook wel, die is ook een beetje zoet. Dus hier worden ook nog wel andere suikers, bijvoorbeeld glucose, opgeslagen. Glucose is een stof die een plant gelijk beschikbaar heeft, dus die die direct kan inzetten. Terwijl zetmeel is een stof die ze eerst weer moeten omzetten naar glucose voordat ze dat kunnen inzetten. Daarnaast hebben we ook nog zaden. Nou, er zijn allerlei verschillende zaden. Nou, een bekend voorbeeld, dat zijn noten. En hierin zitten vaak vetten. En een vet bevat ongeveer twee keer zoveel energie dan een zetmeel of glucose. Maar is wel moeilijker te maken voor de plant. Dus die doet dat alleen maar. Als reservevoedsel voor de zaden. Nou, die vetten, die worden opgeslagen in de zaadlobben. Dus die energie die een plant opslaat in de zaadlobben, dat zijn voornamelijk vetten. En bij een plant, als je die vetten eruit duwt, dan komen die eruit in een vloeibare vorm. Dus dit is... Een vorm van olie. Dus denk niet aan een vaste vorm, maar echt aan een vloeibare vorm. Bijvoorbeeld, zonnebloemolie is een zaadje waar de olie uit is gepest. En dat is in natuurlijke vorm vloeibaar, net zoals olijfolie. Dus de meeste oliën om mee te bakken, die worden gehaald uit zaden. Dit is de uitleg over waar bewaren planten reservevoedsel.